In de afgelopen 2 dagen zijn er 4 verkeersdoden te betreuren. Het aantal verkeersdoden steeg daardoor naar 31. Het levenloze lichaam van de 19-jarige bromfietser Krishan Debidayal is gisteren in de trens langs de Hannaslusweg aangetroffen. Het lijk werd door een voorbijganger opgemerkt die gelijk de politie inschakelde. Het voorlopige onderzoek wijst uit dat de bromfietser donderdagavond reed over de Hannaslusweg. Hij kwam vanuit de Magenta-kanaalweg en ging naar de Indira Gandhiweg. Door tot nog toe onbekende reden moet hij op de noordelijke berm terecht zijn gekomen en tegen een elektrische mast zijn opgereden. Krishan belandde met zijn bromfiets in de goot. De politie heeft het lijk van Krishan Debidayal voor sectie in beslag genomen. Vanochtend overleden de 18-jarige Ganesh Lal en de 32-jarige Rohit Bondu als gevolg van een verkeersongeval op de kruising van de Magenta-kanaal en de Welgedacht Zeeweg. Beiden waren bijrijder in een voertuig die in de trens belandde. Het levenloze lichaam van een van de bijrijders was in het kanaal terwijl het andere lichaam uit het voertuig werd gehaald. De autobestuurder, die bekneld was in het voertuig, werd door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. De autobestuurder is per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting. Volgens verklaring van een ooggetuige reed de autobestuurder over de Welgedacht Zeeweg. Hij kwam vanuit de Mawakaboweg en ging naar de Indira Gandhiweg. De chauffeur moet vermoedelijk gelet op de aangetroffen sporen door een klapband. En de hoge snelheid waarmee hij reed, de controle over het stuur hebben verloren. De auto keerde hierdoor op het wegdek, waarbij de linkerzijde van de auto tegen de leuning van de brug aankwam en vervolgens in het kanaal belandde. Door de slag slingerde een van de bijrijders uit het voertuig en kwam met zijn gezicht in het kanaal terecht. De bestuurder was niet aanspreekbaar, waardoor de politie via een bloedtest moet nagaan of hij al dan niet onder invloed was van alcohol. De ontzielde lichamen van Ganesh Lal en Rohit Bondu zijn voor sectie in beslag genomen door de politie en het onderzoek duurt voort. De 21-jarige autobestuurder Gianni Oostwijk is de 4e verkeersdode voor vandaag. Hij overleed vanochtend ter plaatse na een aanrijding met een PL-bus. Uit het politieonderzoek is gebleken dat Gianni met zijn auto reed over de Indira Gandhiweg. Hij kwam vanuit Latour en ging naar Lelydorp. De PL-bus reed in tegengestelde richting. Ter hoogte van de Jadunat Misirweg kwam de PL-bestuurder op de rijhelft van zijn tegenligger, waardoor er een frontale botsing ontstond met het voor Gianni noodlottig gevolg. De PL-bestuurder en zijn bijrijder raakten bekneld in de bus en werden door de brandweer uit hun situatie bevrijd. Per ontboden ambulance zijn de gewonden afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis en worden verpleegd. Er zal een bloedtest van de PL-bestuurder die in het bezit is van een geldig rijbewijs worden gedaan. De materiële schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Het ontzielde lichaam van Gianni is voor sectie in beslag genomen. Het aantal verkeersdoden dit weekend inmiddels gestegen is naar 5. Dit brengt het jaartotaal op 32. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Wolfram en Granietstraat in Paramaribo-Noord. Een bromfietser kwam in botsing met een personenauto en die liet daarbij het leven. Nadere details ontbreken, maar de politie van Geierswijt is bezig met het onderzoek.